Kijkers, welkom bij deze break in verband met Diwali, oftewel het lichtjesfeest. Wij zijn op bezoek bij de Lakshmi Narayan Mandir aan de Kwattaweg, waar wij een gesprek gaan hebben met de pandit Nitin Jagbandhan, die ons meer gaat vertellen over deze bijzondere dag, genaamd Diwali. Pandit, Shubh Diwali. Ja, ook aan u allen ook een Shubh Diwali en natuurlijk ook naar de kijkers en luisteraars en alle Surinamers een Shubh Diwali toegewenst. Meneer Jagbandhan, vandaag viert Suriname het lichtjesfeest, de Wali. Kunt u ons wat meer vertellen, want iedereen weet, we kennen het gewoon globaal als het lichtjesfeest. En kunt u ons wat in-depth achtergrondinformatie geven over wat deze dag speciaal maakt, vooral voor de Hindoe gemeenschap? Ja, kijkt u, het Diwali-feest moeten wij zien in het kader van het historische, in het kader van het religieuze, in het kader van het mythologische en godsdienstige. In onze heilige boeken is er een waar verhaal over de koning Sriram. Ja, in het begin was hij dus dan gewoon prins en hij was in ballingschap voor 14 jaren vertrokken naar het bos. En toen hij dus dan terugkeerde na 14 jaren, ja, is hij dus dan groots ontvangen door de mensen van het rijk Ayodhya. En die dag hebben ze dus dan al de lampjes, al de dia's aangemaakt om hem te verwelkomen. Dat is een van de godsdienstige en religieuze invalshoek waarom wij Diwali vieren. Maar natuurlijk moeten wij dus niet vergeten dat Diwali, waarbij het licht centraal staat, eigenlijk universeel is. Elke religie, godsdienst of levensovertuiging, daar is licht erg belangrijk. Als we gewoon op school zitten bijvoorbeeld, leren we dat zonlicht, ja, een basisingrediënt is voor fotosynthese, voor groei, ja, voor geluk. En daarom kunnen we stellen dat Diwali, het Diwali-feest, niet alleen een feest is voor de Hindoes, maar eigenlijk een feest voor iedereen, ja, op de aarde. En waarom is dit feest zo belangrijk? Licht is een bron van energie. Licht is een bron van leven. En we weten dus dat als we licht hebben, hebben we ook duisternis. Ja, duisternis is de personificatie van onwetendheid, van oneerlijkheid, ja? van haat, jaloezie, van alle negativiteit die er is. En wij dienen als mens ons te verheffen. Wij dienen als mens te geraken uit de duisternis, te geraken uit die onwetendheid. En om dit eigenlijk te vieren, ja, om dit tot uiting te brengen, maken we dan die dia's aan. En dat bidden we tot de Almachtige, hoe je die Almachtige ook wil noemen, dat we altijd bevrijd kunnen en mogen zijn van de duisternis. En ons altijd mogen vertoeven in het licht. Want dit licht gaat ons dan brengen naar grote hoogte. En dat is eigenlijk in het kort de betekenis van het Diwali-feest. En de illuminatie is erg belangrijk, die feestelijke verlichting. En Diwali of Dipauli, dat is dan orthodox, betekent een rij van lampjes. En als we dus dan die lampjes zo aanmaken, die dia's, moet u ook zien als een keten van zielen bij elkaar. Als de vraag wordt gesteld, wie bent u? Dan bent u snel geneigd te zeggen wat uw naam is. Maar laat dit duidelijk zijn dat je naam eigenlijk iets aards is. Want als je bent gestorven, ja, de ziel die heeft zich, heeft het lichaam verlaten, dan ja, ben je niet meer in die vorm. En dan als je op basis van de reïncarnatie, als je weer geboren mag worden, heb je misschien weer een ander naam, toch? Dus het antwoord moet eigenlijk zijn dat we allemaal zielen zijn. Oftewel, we zijn gewoon een bron van energie. We zijn een lichtpunt. Wie bent u? Ik ben een ziel. Ik ben licht. Ik ben energie. En wat betekent dat? Wanneer we zo die licht, die dia's aanmaken, moet u ook zien dat wij allemaal individuen zijn. Naast elkaar, bij elkaar. En de bedoeling is dat we dan, we zijn zelf licht. Ja, we zijn een lichtpunt, altijd, anywhere, any place. Maar wat gebeurt er?
Die duisternis, toch, die maakt het licht eigenlijk dicht. Het dicht het. Je moet het zien als een sluier, als een gordijn. Ja? Als een lamp ergens aan is en we zouden een stuk goed ervoor zetten, gordijn, zien we het licht niet meer. En dat gebeurt met ons als mensen. We zijn een lichtpunt, we zijn energie, maar de onwetendheid, de illusie die maakt dat het licht dat we binnen ons hebben niet meer kan schijnen. En Diwali is dan een moment van introspectie om terug te gaan tot het besef dat we allemaal lichtpunten zijn. De illusie is er op de wereld, de Satan is er, die Satan is er, hoe je het wilt noemen. Maar het is een moment waarbij we met gebed tot de godin Lakshmi dan proberen dan die duisternis, de illusie, die onwetendheid te verdrijven. En de bedoeling is hoe wij, of hoe de dia's zo naast elkaar aangemaakt worden, een keten vormen, want dat heet Dipauli, is een rij van lampjes. Zo dienen wij als mensen naast elkaar, zoals die dia's, ook bij elkaar te staan. En ook een keten te vormen van energie. Ja, men zegt niet zomaar dat eenheid maakt macht. Als u bent een lichtpunt, ik ben een lichtpunt, maar als we tot onszelf komen en samen iets gaan doen, twee lichten bij elkaar, lichtbronnen, drie lichtbronnen, vier lichtbronnen, zoveel lichtbronnen bij elkaar, kan het licht dan beter gaan prevaleren en dan kunnen we dan die duisternis, die onwetendheid dan ook van ons beter verdrijven. Dat is een Diwali bekeken vanuit een filosofisch perspectief. Niet alleen een dia aanmaken klaar en feest vieren, eet, drinken klaar. Nee, Diwali moet ons terugbrengen naar onze roots, naar de natuur, naar wat wij eigenlijk zijn en wat we eigenlijk moeten gaan worden. Kan men Diwali ook zien in het licht van overwinning van het licht op het duister? Inderdaad, dus dat is dan die cliché, toch? Ik wil niet dat weer gaan zeggen, ja, het is een cliché geworden. Toch? Van de overwinning van het goede, ja, op het kwade, van waarheid op onwaarheid, van licht op duisternis, helemaal goed, toch? Maar wat belangrijker is dan dit, is los van de woorden, dat we het ook moeten terugzien in onze handelingen. Want als geestelijke, als voorzitter van Sanatana Mahasabha Suriname, merk ik dat zaken veel met de woorden worden gebezigd, maar die handelingen eigenlijk achterblijven. En Diwali is dan ook een moment dat we dat tot het besef komen, dat we niet alleen moeten praten, maar we moeten ook werkelijk dat gaan doen. Een belangrijk aspect van Diwali is ook, de godin Lakshmi staat hierbij centraal. En zij personificeert schoonheid, reinheid, netheid. Toch? Wat we ook zeker moeten meenemen met Diwali is dat we niet alleen het innerlijke van ons moeten gaan reinigen, gaan verschonen, maar ook het uiterlijke, onze omgeving. Anno 2022, kijk wat er gebeurt met Suriname en ook met de wereld. Met klimaatverandering, met milieuvervuiling. Kijk wat er gebeurt in die goudsector. Kijk wat gebeurt met die petflessen, met die plastic zakken. Die al die ontwateringsproblemen laten ontstaan. Dus Diwali moeten we breder gaan zien. En wij maken dan zeg maar onze omgeving schoon. Zeker de Hindoes, maar het moet niet alleen bij de Hindoes blijven, zoals ik het zei, vanuit het adagium dat licht een universeel karakter heeft. Maar het moet doordrongen worden tot elke Suriname, tot iedereen, dat we onze omgeving niet alleen gaan schoonmaken tijdens Diwali, maar onze omgeving moet altijd schoon en rein blijven. Ja? Want een rein milieu, een schoon milieu, is dan het teken van een schoon en rein geheugen en bewustzijn. Dat is een voorwaarde. Want met een slordige omgeving ga je niet vooruit. Een slordige omgeving is een voedingsbron van bacteriën, van virussen, van ziektes. Ziet u hoe ver Diwali gaat? En natuurlijk hadden we ook de Kringkondre-actie afgelopen september. Maar ik zeg dat dit ook een moment moet zijn, toch? Van besef dat we ook onze omgeving gaan schoonmaken, schoonhouden. En dat we ook beter, verantwoordelijker omgaan met ons milieu.
Want dat is nu een heel groot probleem. Niet alleen in Suriname, maar op de hele wereld. Naast schoonheid of schoon zijn, je omgeving schoon houden, vooral een rein geweten hebben. Wat is de belangrijkste boodschap dat wij als Surinaamse samenleving, vooral na 2 jaar COVID, moeten meenemen op zo'n dag als Diwali? Want op zo'n dag kan men weer bij elkaar komen, want de afgelopen 2 jaar was het heel moeilijk. Wat denkt u van, naar uw bescheiden mening dat de belangrijkste boodschap is bij deze Diwali dat de Surinaamse samenleving kan meenemen? Ik zal niet zeggen moet, want niemand moet, maar kan meenemen, vooral met zo'n mooie dag. Ja, kijk, we moeten niet vergeten dat COVID er nog steeds is. Hè? Laten we dat niet vergeten. Gaat u naar de COVID-dashboard en u gaat merken dat het aantal gevallen stijgt. Niet alleen in Suriname. 3-4 dagen terug was het 27 nieuwe gevallen. Afgelopen weekend, vorig weekend, hadden we zelfs 1 dode. Gaat u dat natrekken, toch? Dus COVID is er nog. En daarom is het van belang dat we dan nog de maatregelen in acht nemen. Dat we zeker nog voorzichtig moeten zijn. En dat we dan niet geraken tot die 7e golf. Toch? Want we willen niet weer in die ellende geraken. Dat is 1 wat ik wil meegeven. Toch? Blijft u opgepast. 2 is dat, Suriname zich in wat moeilijk vaarwater nu bevindt. We weten dat allemaal. Een economische malaise, de koersen stijgen. De producten die zijn wat duurder in de schappen. En dat alles maakt dat er ook een stukje verruwing is van de criminaliteit. Ook toename van de criminaliteit. Mensen raken gedemotiveerder, weet u wel. Dit mag niet zo zijn. Diwali is ook een feest van hoop. Van geduld. Van positiviteit. En het leven is dualistisch. Toch? Je hebt dag, nacht, goed, kwaad. Je hebt ook goede tijden. Slechte tijden. Dus nu maken we dan wat turbulente periodes mee in Suriname, toch? Maar we moeten Diwali ook meenemen dat we ook de hoop niet moeten opgeven en moeten blijven bidden, maar natuurlijk ook die dingen moeten gaan doen die gaan maken dus dat Suriname zich op een hoger niveau kan profileren. En dat we dan eensgezind, dat is die boodschap die ik wil meegeven. Laten we, we zijn allemaal individuele lichten bij elkaar. Het maakt niet uit als je nou Hindoestaan bent, Javaan, Kriool, Indiaan, Chinees of welk ander ras of etniciteit dan ook. Diwali leert ons dat licht universeel is. En laten wij dan allemaal eensgezind werken aan de opbouw van Suriname. Dat wil ik dus eigenlijk meegeven in het kader van Diwali 2022. Ik denk dat een andere vraag is wat ook een beetje mooi en leuk zal zijn. Wat gebeurt er voorafgaand deze dag aanbreekt? Dus de dag ervoor of 2 dagen ervoor. Wat gebeurt er allemaal bij wijze van spreken in mandiers of zo? Ja, laat me 1 ding duidelijk stellen. Dat Diwali eigenlijk gepaard gaat met nog 4 andere feestdagen. Laat dat duidelijk zijn. 2 dagen voor Diwali, dat is dan Dhanteras. Op deze dag vereren wij de personificatie of de incarnatie van het goddelijke in de vorm van Dhanwantri Devta. En Dhanwantri Devta is die manifestatie die het handboek van de geneeskunde heeft geopenbaard. Toch? En daarom, u gaat ook zien dat het ministerie van Ayush in India, Ayush is een acroniem. A van Ayurved, J van Yog, U van Unani, S van Siddha en H van Homeopathie. Het is een speciale ministerie in India. Toch? En dan gaat u zien dat ze dan deze dag dan herdenken. Toch? Dus 2 dagen van tevoren wordt al een dia aangemaakt, buiten het huis bij de ingang, op een beetje paddy of rijst. En dan bidden we tot de Heer van de geneeskunde, van de gezondheid, dat we altijd
gezond mogen zijn en kunnen zijn. Want alles staat en valt met gezondheid. Eén dag voor Diwali, dan is het Narak Chaturdashi. Daar maken we weer eens een dia aan met olie van sesamzaad. Of gewoon die klaargemaakte boter met een beetje zwarte sesamzaad. Het lontje moet zich plaatsen. Of je moet dat plaatsen in de richting van de zuiden. Want zuiden is de richting van de dood. En dan bidden we tot de Heer van de dood, Yamraj. Dat wij bevrijd kunnen en mogen zijn van een vervroegde dood. Een eerdere dood. Aanrijding of ziekte of whatever. Derde dag is Diwali-dag. Vandaag. Eén dag na Diwali. Dan vieren we Govardhan Puja. Govardhan is een heel grote berg in India. En er is een waar verhaal achter dit gebeuren. De achtste incarnatie van God Vishnu, dat is dan de Heer Krishna, die had de berg opgetild op zijn pink om eigenlijk de hoogmoed van Indra, dat is ook een goddelijke manifestatie, te verbreken. Want Bhagavan Krishna legde de bewoners op dat zij moeten bidden tot de berg. En voor Indra was dat geen goed nieuws. Hij wilde zijn kracht tonen. Hij is de god van de donder en van het weer. En toen liet hij dan stortregens doen voortkomen. En toen heeft Bhagavan Krishna, God Krishna, dan die berg opgetild op zijn pink. In de vorm van een paraplu, toch? En zo werden de mensen bevrijd. Dus één dag na Diwali, dan wordt deze berg vereerd. Govardhan nog steeds in India, ook in Suriname. In Suriname maken we die berg van klei, toch? We maken het nat, we plaatsen katoen eromheen. Ja, daarvoor plaatsen we dus dan paddy erin. En dan gaat die dus dan mooi groeien, toch? Dus dat doen we dan één dag na Diwali, ook de verering van Sri Krishna. En twee dagen na Diwali, ter afsluiting, vieren we Yama Dwitiya of Bhatri Dwitiya. En daar wordt dus dan de innige relatie tussen broer en zus eigenlijk herdacht. Dus Diwali is een combinatie van feesten bij elkaar. En dat vieren we heel mooi dan. En dat wist ik niet. En ik ben blij dat ik op bezoek ben gekomen, want ik heb iets anders bijgeleerd. Want vaak genoeg krijg je verschillende uitleg. Maar het is toch leuk om het vanuit een ander perspectief te horen. Maar Pandit, wat volgens uw functie en ook als Pandit en als voorzitter, wat is uw persoonlijke boodschap naast hetgene van COVID wat u ons daarnet had gegeven? Wat is uw persoonlijke boodschap in verband met Diwali naar de samenleving toe? Ja, wat ik merk hoor, kijk, ik hou ervan om zaken zo realistisch mogelijk zeg maar voor te schotelen. Het moet niet alleen blijven bij een mooie preek en mooie woorden. Ik merk in die samenleving dat de normen en waarden aan het vervagen zijn. 1, 2. Ik merk ook dat er een bepaalde spanning in die samenleving is. Een bepaalde mate van polarisatie. Toch? En wat ik dus dan met deze Diwali wil meegeven is, dat we niet vergeten dat we een heel mooi volk zijn. Met verschillende culturen, etniciteiten, ja, rassen, geloofsovertuigingen. En de dreiging die wij nu merken, misschien moet ik niet het woord dreiging gebruiken, maar die negatieve ontwikkeling die ik nu merk, laat Diwali dan ons dat besef brengen en komen. Dat we steeds één volk moeten zijn en blijven en gezamenlijk. Toch moeten werken aan de opbouw van Suriname. Die polarisatie, je hebt bepaalde sentimenten die dus dan hetzij bewust en onbewust worden gevoed om die polarisatie, om die spanning te doen creëren. Maar wij als Surinamers moeten op onze hoede zijn dat die duisternis, die negativiteit ons niet mag overwinnen. En dat we dan die dia, het licht dat we in ons hebben, door blijven laten steken, toch? En daarmee gaan wij allemaal dan vooruit. We hebben geen baat bij negativiteit, bij spanning en zo. Dus dat wil ik dan voor dit jaar, wat ik heb opgemerkt in de afgelopen periode, is mijn persoonlijke observatie dat over die polarisatie. We mogen dat niet hebben. En laat Diwali een basis zijn, een moment zijn, dat we dan weer een begin maken en werken naar het verkrijgen van die positiviteit. Dat wil ik dus meegeven voor dit jaar.
Pandit Jagbandhan, heel hartelijk dank. En vanuit ATV wensen we u ook een Shubh Diwali toe. Ja, ook een Shubh Diwali aan ATV en natuurlijk aan alle Surinamers toegewenst. Dank u wel. En kijkers, u heeft de pandit gehoord. De negativiteit moeten we achterwege laten. En dat is nodig. We weten het allemaal dat we in een moeilijke situatie zijn in het land momenteel. Maar dat mag niet meenemen dat er ook nog positieve dingen zijn. Zoals het lichtjesfeest waar ook alle culturen mee vieren. Wij vanuit ATV wensen de gehele Surinaamse samenleving een Shubh Diwali toe. Een fijne dag verder.